Hallo daar, dit filmpje gaat over protonen, neutronen en elektronen. Je krijgt heel vaak de vraag hoeveel protonen, neutronen of elektronen heeft een bepaald deeltje. En dit filmpje laat zien hoe je daar achter kunt komen. Nou, wat zijn protonen? Protonen zijn hele kleine dingetjes die zitten in de kern van een atoom. Het aantal protonen is gelijk aan het atoomnummer van dat atoom. En welk soort atoom het is, wordt dus ook bepaald door het aantal atomen in de kern. Het atoomnummer van zuurstof is bijvoorbeeld 8. Dus als iets 8 protonen in zijn kern heeft, dan is het ook zuurstof. De lading van een proton is 1 plus. Je kunt het houden. Proton en plus beginnen met een P. En de massa is 1U. Die U staat voor unit, een heel klein getalletje. Maar het is 1 massa-eenheid. Dan hebben we elektronen. Die bewegen eromheen. Ze zitten in een elektronenwolk. Het wordt vaak zo als in dit plaatje weergegeven. En die ligt op elkaar in een wolk om die kleine kern van het atoom heen. Elektronen zijn negatief geladen, hebben een lading van 1 min. En hoeveel elektronen een deeltje heeft, hangt af van de lading van dat deeltje. Eigenlijk is het andersom. Het aantal elektronen ten opzichte van het aantal protonen bepaalt de lading van een deeltje. Heb je een atoom, dan heeft het geen lading. Dan is het aantal elektronen gelijk aan het aantal protonen. Een ion heeft wel een lading en dan is het aantal elektronen niet gelijk aan het aantal protonen. De massa van een elektron is heel klein, nou, ongeveer 2000 keer zo klein als de massa van een proton of een neutron, dus die verwaarlozen. Dat betekent niet dat die nul is, dat betekent dat die veel kleiner is dan van die andere twee. Nou, dan de laatste, de neutronen of neutronen, verschillend genoemd. Uitgesproken eigenlijk. Je zit ook in de kern. Je ziet hier een plaatje dat de neutronen en de protonen een beetje door elkaar heen zitten. En die protonen die stoten elkaar natuurlijk af omdat ze plus zijn geladen. En die neutronen halen dat een beetje uit elkaar. En ze zitten dus in de kern van een atoom. Ze zijn neutraal, dus zonder lading, een lading van nul. De massa van een neutron is 1 U, dus gelijk aan de massa van een proton. Nou, hoe kom je nou achter het aantal neutronen? We hebben net gezien, een proton heeft een massa van 1 U, een neutron heeft een massa van 1 U. De massa van de elektronen konden we verwaarlozen. Dus de som van die twee, aantal neutronen en aantal protonen, is gelijk aan de massa. Nou, weet je de massa, noemen we het massagetal, dan kun je van dat massagetal het aantal protonen aftrekken en dan kom je het aantal neutronen uit. Let er even op, dat massagetal, dat moet in de vraag gegeven zijn. Van heel veel elementen bestaan er meerdere isotopen. Isotopen zijn stoffen die hetzelfde atoomnummer hebben, het zijn dezelfde elementen, maar verschillende massa. Dus heb je bijvoorbeeld koolstof 12 en koolstof 14. Het is beide koolstof, dat zijn isotopen. Tussen die twee is alleen het verschil het aantal neutronen. Nou, meestal wordt het zo gevraagd, je krijgt de formule van een deeltje en je moet zeggen hoeveel protonen, elektronen en neutronen zoiets heeft. Nou, koolstof 14 noemde ik net al, daar kijken we eerst even naar. Je zoekt op in het periodiek systeem dat het atoomnummer van koolstof 6 is. Dus heeft koolstof 14 6 protonen. En die 14, dat is het massagetal, doet er niet toe. En het is een atoom, dus het heeft geen lading. En dan heeft hij evenveel elektronen als protonen, dus ook 6. Dan is de massa 14. Van die 14 komt 6 voor rekening van die 6 protonen. Dus 14 min 6. En zijn 8 neutronen zitten er in dit soort. Het aantal protonen en neutronen is dus niet gelijk aan elkaar. Soms is dat wel het geval, maar zeker niet altijd. En bij koolstof 12 is het wel bij de 6. 6 protonen en 6 neutronen. Bij koolstof 14, zoals je hier ziet, niet. Nou, neem even een ion, het sulfide-ion. S2 min. Er staat hier geen massagetal bij. Er wordt ook niet gevraagd naar de neutronen. Maar kun je natuurlijk de massa van zwavel wel opzoeken. En in het periodiek systeem zie je dan bijvoorbeeld 32,06 staan. Dat is een gemiddelde van alle isotopen van zwavel. Je weet niet welke isotoop je hebt. Je weet niet welk massagetal je hebt. Dus je kunt ook niet het aantal neutronen weten. Maar de vraag is ook niet. Zwavel heeft nummer 16. 16 protonen dus. De lading is hier niet 0, maar 2 min. Dat betekent dat 2 elektronen te veel zijn, dus 18. Die 16 protonen hebben een lading van 16 plus. Met 18 min van die 18 elektronen erbij heb je netto dus die 2 min lading die boven dat ion staat.
kijken we even naar een positief ion, het aluminium 3 plus ion. Zelfde vraag weer. Nou, zoek weer op wat het atoomnummer is. Aluminium heeft nummer 13, dus 13 protonen. En hier is het aantal elektronen 3 minder, dus 10 elektronen. Dat betekent dat er 13 plus ladingen zijn in de kern, 10 min ladingen in de elektronenwolk, dus netto 3 plus. Let erop dat je altijd het aantal elektronen aanpast. Je zou ook kunnen zeggen, nou als je 16 protonen hebt en 13 elektronen, dan heb je ook iets met 3 plus. Ja, 16 protonen was het vorige voorbeeld, dan zou je zwavel hebben. En we hebben het hier over aluminium. Dus het aantal elektronen pas je aan. En die zit ook in die wolk, die kunnen weggaan, die deeltjes uit het kleine kerntje niet. Nou, dan het laatste voorbeeld van een samengesteld ion, het carbonaation CO3-2-min. Je moet twee atomen eens opzoeken, die van koolstof 6 hebben we net al gezien, van zuurstof is 8. En dan neem ik 6 plus 3 keer 8, dus 30 protonen. Alle drie die ootjes hebben 8 protonen. De lading is hier 2 min, dus er zijn 2 elektronen meer dan protonen en dat maakt 32. Maar moeilijker dan dit is het niet. Heel vaak de eerste vraag van een examen, als je het een paar keer over hebt, is het echt een makkie.